Rechts afslaan. Ja. Ja, maar ja, dat duurt nog wel even. Voor de zekerheid is dat gewoon. Nee, ik heb wel last van gewoon mijn kont.
tik hem ook nog eens al terug. Hè. Laat ik even snel even de bal aantikken. En dan gaat hij hoger naartoe. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Door een gegeven moment ging jij ervoor. Ik denk, oh heerlijk. Ga jij maar even over zo'n schilder ermee. Ik blijf wel lachen. Ja, dat was wel redelijk lastig. Ja. Het bleef maar een beetje. Dat is ja. Dat plekje heb je nou. En dat is niet zo heel erg. Maar ik vind het bij de bochten wel goed. Ja. Echt stukjes dat je denkt, van, nou, die kunnen we bij de 1x3 club er ook in gooien. Dit is die met het rode jek aan? Ja, die heeft iets korter dan mij de rijbewijs, denk ik. Huh. Die hebben we of net naar mij, ja, net naar mij gehaald. Anderhalf maand later naar mij. En de hele tijd achter me gereden. Ja. Nou, goed, die heeft ook heel veel ervaring achterop. Die Marcel had ik denk ik ook. De Marcel dat ik MP3 al reed. Je hebt eerst MP3 gereden? Ja. Nee, motorrijders gehaald. Ja, ik heb mijn hele leven achterop gezeten en een jaar of, nou wat zal het zijn, 7-8, ben ik met motorritjes begonnen, organiseren. Dat scheelt wel. Weet niet, daar was ik er al niet bij. Wat zei je? Als je MP3 al gereden hebt, je gaat die motorrijders halen, leer je nog veel bij? Ja, dat zal vast wel. Ja, ja, sowieso je bijzondere verrichtingen, want die doe je op een MP3 niet. Als jij je autorijbewijs hebt voor 14 april 2014? 13. Ja, zoiets. 13, dank je. Ja. Als je daarvoor je B-rijbewijs hebt gehaald, dan mag je er gewoon op. Ja, dat heb ik. Ja. Ja, ik rijd ook op drie wielen. Ik heb ook alleen maar autorijbewijs. Oké, okay, ja. Maar wat ik zelf het voordeel niet vind, is, jij rijdt dus ook regelmatig met groepen mee. En dat is wel een groot voordeel. Want je weet al wat je moet doen. Ja. Je hebt je behendigheid daarin al, alleen wat fucking moeilijk is. Maar dat had ik met de MP3 ook. Die bijzondere verrichtingen, achtjes, bochtjes, langzaam langs de pionnen. Ja. De noodstop is geen probleem, dat is allemaal leuk, weet je wel. En dan uitwijken voor een pion, ook leuk. Dat redden we allemaal wel, maar dat langzaam rijden en dan door die pion heen, dat was mijn ding niet. Ja, okay. Nee. Dus ik heb hem ook echt, dat AVB, dat heb ik echt met die man zei letterlijk, het is je gegund. Maar hij houdt ook alles mee op. Ik heb nog nooit een 8 kunnen doen. Ah, jawel, je hebt gehoord met Eugène. Dan gingen die twee steeds dichter bij elkaar staan. Ja, klootzakken. Leuk, hè? En dat had ik dus niet door. Stiekem groeven, want ik had hem al eerder als dat ik mijn motorrijder bij zat. Dus ik ging met verschillende mensen stiekem groeven. Jenny ging op een gegeven moment nog een vriend van me. Gingen hun als pion vergeren, maar wat ik niet door had, is dat ze steeds dichter bij elkaar hebben staan. Klootzakken. Nee. Goede bedoeling, hè? Maar ik heb de 8 met mijn lessen nog nooit goed gedaan. Okay. En toen moest ik op het examen doen. En je krijgt erop het examen altijd. En dat ging niet. Niet fantastisch, maar ik bleef binnen de pionnen. Dat was Voor de rest zag hij er niet uit. En ik zag mijn rijinstructeurs op zo'n bek. Ik zit mijn naam met zo'n bek. En ik heb ook een bek. Dus ik kon mijn bek niet houden, dus ik ga op hem af. Ik zeg, en oh wee, als je hem afkeurt, want ik krijg hem nooit meer zo goed als dat ik hem nu heb gedaan. En toen zegt hij, gefeliciteerd, dat was je laatste gedeel, je hebt een fijn. Ik denk, oh, gelukkig, hoef de rest niet meer te doen. Hij zegt, ik zit er ook best wel over te denken, hoor. Misschien volgend jaar of zo. Dus ja, weet je wat het is? Ik heb het jaren terug geprobeerd, en de theorie niet. Later zei mijn oudste dochter haar vriend, die komt van speciaal onderwijs ook af. Ja. En die ging naar zo'n turbo-theorie voor zijn auto. En daar kwam geslaagd eruit. Hij zei, als ik het kan, moet jij het toch ook kunnen? Toen heb ik nog één keer het geprobeerd, de theorie, ook zo'n turbo-cursus. En wij gingen met 18 mensen heen. En van de 18 gingen de 15 naar buiten. En ik was de enige met weinig foutjes. Ik had er maar 3. Hoe dan? Ja. Hoe dan? Daar doe je dan 20 jaar over. Ja. Dus nee, maar ik ben op MP3 begonnen omdat ik eigenlijk geen chauffeur meer had. Bij wie ik achterop kon. Ik organiseerde rietjes voor vrijgezellen. En ik moest achterop en dan was de motto hoppen.
bij de man. Dus al die vrouwen moesten dan naar elke stop bij een andere man achterop. Oh. Dat was een heel leuk concept. Maar dan krijg je stelletjes uit. Ja, en wat ga je dan doen? Ga je verder als, single groepje of ga je verder als gewoon gezellig rijden? Nou, het werd het gezellig rijden. Want we wilden de koppels niet kwijt, want die waren wel heel leuk. Ja. Ik ga wel op huis om. Maar ja, want dit is de stoppen. Ja, de Steiner. Ja. Ja, leuk dat je erbij was. Leuk man. Als de beelden binnen zijn, dan gooi ik wel een link door. Ja, leuk Martin, dat je weer lekker hebt gefilmd. En foto's gemaakt. Ja, opnames, hè. Nog steeds. Ik krijg van jou wel een WhatsAppje. Je stuurt de link wel door. Ik had in het begin even een hard hoofd erin, dat ik allemaal zo geoogd is, ging ik er een stukje in het midden. Niks van gemerkt? Jij reed voorin, hè, wij reed een stukje achter. Er voorbij in het midden. En dat was echt geoogd, dus ik had een stukje achter. Oh. De een reed wel de rood, de ander niet. Oh ja, ja. Maar er was ook gezegd, maar we doen alleen het eerste stoplicht door rood. Daarna gingen ze de rest ook blokkeren. Ja, nee, dat ging goed. Ik ga even bij Eugene staan. Rijden jullie door de, rij jij door de polder terug? Dan moet ik even met Harry bespreken, weet ik eigenlijk niet. Dat ligt een beetje aan Harry hoe hij zich voelt. Want het is de eerste lange rit van na zo'n ongeluk. Oh, Harry... In een t-shirt. Ja, die krom die achter het pakje staat. Ja. Hij woont in de buurt van Juliana door, hè? Dus hij moet nog een stukje. Hij kan wel even vragen. Rij jij binnen het dorp of ga je even de snelweg? Nou ja, het wordt nu richting Almere dus. Ja. En daarna ga ik onderlangs naar Amsterdam toe natuurlijk. En dan Amsterdam. Ja. En dan hebben jullie de Zeeburgertunnel. Ja. Jij gaat ook de kant op. Ja. Had je die de hele dag geladen? Nu net, pak je ze nu net? Ja? Ja, oké, ik heb hem zo. Gooit ze binnenin. Binnenin die kap.
Harry. Hij gaat waarschijnlijk niet eerst richting Almere. Nee, ik ga weer terug naar Nijkerk. Ja. Tik je de A27 op, maar dan is het doorrijden tot Gorinchem. Ja, het was leuk zo. En het was wel geen dat je erbij was. Ja, het is leuk, die bekende gezichten. En goed weer. Wel koud, maar ja. Ja, het is inderdaad fris. Nee, ik ga terug de brug over en dan zit in één keer recht op zuid. Yo. Leuk man, leuk echt je weer gezien te hebben. Ja.